De SP blijft zich zorgen maken over de fusie van woningcoöperatie IN met Wooncom uit Emmen en Volksbelang Wonen en Welzijn in Hoge Zand. De Socialistische Partij had er bij het college op aangedrongen om de lokale binding van de wooncoöperatie met de stad te behouden. Eelco Eikenaar van de SP is al geen voorstander van de fusie. Wat mij betreft zijn grote woningbouwcoöperaties geen goede zaak. Omdat je wil een woningbouwcoöperatie die lokaal gevestigd is. Dus die klein is en die binding heeft met een stad. En als je een hele grote hebt die over een heel groot gebied verspreid is met veel woningen, ja, dan gaat dat, ben ik bang, verloren. De nieuwe coöperatie gaat bestaan uit meer dan 30.000 woningen. De SP is bang dat de grootschaligheid ten koste gaat van het lokale belang. Op dit moment maak je bijvoorbeeld afspraken met de woningbouwcorporaties. Hoeveel woningen je bouwt in de stad, hebben dat investeert in wijken en dat soort dingen. Dat kun je heel makkelijk doen met een kleine woningbouwcorporatie die hier gewoon niet gevestigd is. Maar met een grote die in meerdere plaatsen en over twee provincies gevestigd is, is dat toch lastiger. Het college heeft toegezegd de situatie goed in de gaten te zullen houden. Kijk, het college geeft aan strak toe te zien op het feit dat in zoveel mogelijk doet om die lokale binding te behouden. En daar wil ik het college in ieder geval aan houden. Zij zeggen er strak op toe te zien en dat ga ik dan ook doen.